Karst, een jaar geleden werd op Future Green City de Green Deal 1000 hectare nieuwe stedelijke natuur getekend. Kun je nog eens uitleggen waar deze deal over gaat? Er gebeurt op heel veel plekken in Nederland gebeurt er iets. En via deze Green Deal willen we dat duidelijk maken. Willen we ook zorgen dat, ja, dat het een kettingreactie wordt. En dat er steeds meer gemeenten overgaan tot het creëren van nieuw natuurlijk groen. Ja, en als je dan zegt 1000 hectare, dan is natuurlijk meteen de vraag van op hoeveel staat de teller op dit moment? Ja, we zijn vorig jaar dus officieel gestart met de tekening van de Green Deal. Deze zomer hebben we ons eerste grote wervingsevent gehad. We hebben aanjagers gezocht. En dat zijn hoveniers bijvoorbeeld, dat zijn bewoners, dat zijn anderen. En we zijn nu bezig om de eerste hectaren in te gaan boeken. In Os hebben ze inmiddels 66 hectare toegezegd. Morgenavond is er hier een site-event bij het Future Green City van Brabantse gemeenten. En in principe is het de bedoeling dat daar ook zeker een 600 hectare uitkomt. Dus we zijn dan al ruim over de helft. En als ik zie wat er nu al loopt aan contacten, dan denk ik dat we ruim voor het eind van het jaar al misschien de 1000 gehaald hebben. En we gaan door tot 2018. Dus het is echt een driejarig project. Oké, nou dat klinkt goed. Al 600 hectare er in één keer bij, dan schiet je lekker op. De Vlinderstichting was eerder ook betrokken bij de Green Deal Tijdelijk Natuur. Kun je kort schetsen wat het verschil is tussen die deal en deze huidige Green Deal? Ja, de Green Deal Tijdelijke Natuur die was echt bedoeld om het systeem van tijdelijke natuur bekend te maken. He, stukken die natuur die braak liggen, dat kan zijn dat er allerlei bijzondere soorten op gaan komen. En dan zit je met de gebakken peren als je daar uiteindelijk op wil gaan bouwen. He, heel veel grond ligt braak en ja, als daar bijzondere dieren of planten komen, dan krijg je problemen met de natuurbeschermingswet. Wat die tijdelijke natuur inhoudt, is in feite van zorgen dat je daar wel kunt dat je het rustig kunt laten liggen, dat je natuur kunt ontwikkelen. Dat je ook niet bang hoeft te zijn als daar bijzondere soorten komen. Want er is een afspraak, als je het daadwerkelijk wil gaan bouwen, dan hoef je niet daar veel rekening mee te houden. Dat is iets heel onbekends en die Green Deal was met name bedoeld om dat bekend te maken. En als we het over aantallen hebben, inmiddels is er 2000 hectare met de functie tijdelijke natuur. Maar goed, er is 40.000 hectare braak in Nederland, dus daar is ook nog wel een hele stap te maken. Die Green Deal is afgesloten. Daar is nu een stichting van gemaakt, want we willen natuurlijk door. Deze Green Deal is veel meer eigenlijk iets wat bekend is. Want iedere gemeente weet dat natuurlijk groen, dat waarde heeft. Die weet zeker nu ook dat het voor klimaatadaptatie, dat het voor fijnstof afvangen, dat het voor de gezondheid van de inwoners. Heel veel zaken, dat is iets bekends. Wat we hiermee proberen te doen is zoveel mogelijk stimuleren dat gemeenten dat gaan doen. En ook daadwerkelijk helpen gemeenten die kleine hobbels hebben of die net even de bewoners mee moeten krijgen of die net andere informatie nodig hebben of juist die proberen we over de streep te helpen. En zeker als je ziet dat er nu al veel gemeenten daar echt mee gaan beginnen, dat is ook typisch hetgene wat we weer kunnen gebruiken naar gemeenten die nog er tegenaan hikken of die nog net niet zover zijn. Dan zeggen we, kijk, bij die gemeente gaat het ook goed, dus jullie kunnen een vergelijkbaar project ook prima afronden. Ja, dus is dan zo dat het niet natuur is die al bestond en zegt van, hé, die trekken we erbij. Het gaat echt om nieuwe natuur. Het gaat om nieuwe natuur. Het hoeft niet te gaan om nieuw groen. Het kan heel goed zijn dat een stuk uitgebreid gazon, wat er nu ligt in een gemeente, als ze daar dat gaan omvormen tot bloemrijk grasland, voor de vlinders, voor de bijen, voor biodiversiteit, dan mag dat meetellen als nieuwe stedelijke natuur. Want groen was het, maar het wordt nu stedelijke natuur. En dan mag het meetellen voor deze Green Deal. En als je dan zegt natuur, nieuwe stedelijke natuur, wat moet je daaronder verstaan? Dat is niet een plantsoen of wat is dat? Ja, dat kan een plantsoen zijn. We hebben er een aantal eisen aan. Van wil het meetellen met die Green Deal? Moet een beetje volume hebben, minimaal 1000 vierkante meter. Ik bedoel, een klein tuintje, dan komen we niet aan die 1000 hectare. Dus het moet een beetje groot zijn. Het moet voornamelijk inheemse begroeiing zijn. Er moet in het beheer ook nadrukkelijk rekening worden gehouden met de planten en de dieren die daar voorkomen of zouden kunnen voorkomen. En het is dus niet een rozenperk. Dat is wel groen. Er zit zelfs wat kleur in hier en daar als ze bloeien. Maar dat valt niet onder deze Green Deal. Maar een stuk gazon wordt omgevormd tot bloemrijk grasland. Hoort er zeker toe. En een stuk plantsoen waar vuilboom en willig en Gelderse roos inheemse struiken in staan.
past prima in deze Green Deal. Ja, want ik begrijp dat er ook specifieke criteria zijn waar zo'n locatie dan aan moet voldoen. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, een aantal heb ik er al genoemd. Wat heel belangrijk is, dat ze echt in de stad of in de stadsrand liggen. He, dus niet ergens in een natuurgebied. We richten ons echt op het stedelijk of het bebouwde gebied, zeg maar. Dorpen mogen net zo goed meedoen, maar het bebouwde gebied, dat is heel belangrijk. Het moet openbaar toegankelijk zijn. Het moet groen zijn voor de biodiversiteit, voor de planten, voor de dieren, maar zeker ook voor de mensen. De mensen moeten er echt van kunnen genieten. En wil het meetellen, dan moeten echt mensen erbij betrokken zijn. Vind ik zelf een hele belangrijke, want ja, zeker in het stedelijk gebied moet je niet iets gaan creëren waar de mensen helemaal niet bij kunnen of van kunnen genieten. Dan moet het echt ook voor de mensen zijn. Nou zit de Vlinderstichting niet als enige in die Green Deal. Met welke partijen werken jullie samen aan deze Green Deal? Nee, we werken met een hele grote en hele goede club samen. NL Green Label is een grote trekker van dit project. Regelink, Ecologie en Landschap, die zit bij dit project. De VHG, dus de branchevereniging van hoveniers, heel nadrukkelijk. En de Vlinderstichting, die vier, zeg maar, die trekken het project. Maar die is ondertekend ook door het ministerie van Economische Zaken. Ook door de VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten. En er zijn dus inderdaad, we zijn met meer partners dan alleen die vier die, zeg maar, nu echt het duw- en trekwerk doen. Ik zag dat je ook een soort menu hebt meegebracht. Kun je daar iets over zeggen, wat dat precies is? Ja. Gemeenten die geïnteresseerd waren, die kwamen naar ons toe. Die zeiden van, goh, leuk, wij willen wel meedoen, maar wat what's in it for us? Hè? Wat hebben we eraan? Nou, wat ik net vertelde, we proberen alle belemmeringen weg te halen. En dat hebben we gevat in deze menukaart. Het is een à la carte menu. En daar staan allerlei gerechten op. Gerechten van de Vlinderstichting, maar ook van NL Green Label, van Regelink en van de VHG. En gemeenten die meedoen, die kunnen in Brabant 3-gangen diner kiezen. De rest van Nederland moet het met 2 gangen doen. Maar die kiezen dus daar bijvoorbeeld, ze willen graag een PR-moment met Lodewijk van NL Green Label. Nou, dat is één van de menukeuzes. Ze kunnen een goede lezing krijgen van de VHG over hoe ze het groen natuurlijker kunnen maken. Ze kunnen bij de Vlinderstichting langs om met name de relatie met vrijwilligers om het te gaan monitoren. Nou, allerlei van dat soort elementen zitten erin. En gemeenten die meedoen, die kiezen een 3-gangen menu. Die kunnen alles bij NL Green Label nemen of bij de Vlinderstichting. Maar ze kunnen ook vanuit alle onderdelen een menu kiezen. Dus het gaat echt om eigenlijk inhoudelijke kennis van de verschillende partijen die dat doorgeven aan die gemeente. Ja, klopt. Als ik hier even kijk bij Regelink bijvoorbeeld, staat er bij Regelink, nou, een brainstorm over natuurinclusieve inrichting. Die gaan dus met de mensen die daar bezig zijn met zo'n project op pad om te kijken van hoe kun je hier nu nog meer waarde voor de natuur uithalen. En dus heel concreet proberen gemeenten te helpen. En ze kiezen zelf dus datgene waar ze behoefte aan hebben. Sommige gemeenten hebben fantastische ecologen in dienst. Die hebben die ecologische kennis helemaal niet nodig. Maar die willen dolgraag, bijvoorbeeld met NL Green Label, naar de gemeenteraad. Of naar, om te kijken of die enthousiast gemaakt kunnen worden voor zo'n project. Nou, iedere gemeente kiest wat hij of zij nodig heeft. Hoeveel gemeenten zijn er op dit moment betrokken? We hebben nu met zo'n 60 gemeenten contact. Dat is al meer dan we hadden gepland. Want de Green Deal, in het projectvoorstel hebben we gezegd, van, nou, als we 40 gemeenten krijgen die allemaal 25 hectare inleveren, dan hebben we die 1000 hectare. Dus we hadden op 40 gemeenten gemikt. We gaan daar nu ver overheen. Kijk, het is van belang, we moeten in 2018 kijken welke gemeenten daadwerkelijk ook die natuur hebben gecreëerd. Hè, want belangstelling is anders dan dat er daadwerkelijk al iets gebeurt. Maar zeker zo'n stap als hier in provincie Noord-Brabant, waarbij alle Brabantse gemeenten in principe gevraagd zijn, ook door de provincie, van doe mee met die Green Deal en draag je hectares bij. Ook vanuit het beleid van de provincie zelf, die gewoon wil dat er meer biodiversiteit in de stad komt. Ja, dat is natuurlijk een hele mooie steun in de rug voor het project, voor de Green Deal. En wat zie je in de praktijk? Zijn dat dan de grotere gemeenten die de trekkers zijn of ook kleinere, middelgrote gemeenten? Ja, het grappigste is, de eerste die al echt helemaal al meedoet, zeg maar, dat is de gemeente Os. Dat is niet een van de grootste gemeenten in Brabant. Maar die hebben een gebied van 66 hectare tussen Berchem en Os, die ze helemaal gaan inrichten. En die hebben ze ingebracht in deze Green Deal. Dus dat is niet een van de grote. Maar de 5 grote gemeenten, hè, Tilburg, Eindhoven, Den Bosch, die 5 groten, die hebben ook nadrukkelijk gezegd dat ze de komende jaren grote delen van de stad echt natuurlijk willen gaan inrichten en in feite ook mee gaan doen. En
het zou niks verbazen als morgenavond tijdens het site-event hier van de Future Green City dat daar echt ook afspraken over gemaakt worden. Van ja, wij gaan voor zoveel hectare meedoen. Ja, kun je iets zeggen van bijzondere projecten of die er echt uitspringen als je over het afgelopen jaar terugkijkt? Nou, misschien wel leuk om daar dat meest concrete project in Os te nemen. Dat is een project wat echt vanuit de bevolking komt. De dorpsraad in Berchem, dat is een klein stadje dat een beetje tegen het Os is aangegroeid, die heeft dat ingebracht. En die maken ook samen met de gemeente de plannen. De bewoners worden erbij betrokken. Het is een gebied van 66 hectare. Daar zitten akkers in, daar zitten bosjes in, daar komen bloemrijke randen. En daar komen ook allerlei initiatieven vanuit Berchem en Os van mensen die daar iets willen gaan doen. Een groene speelplaats, op allerlei manieren. Bottom-up, vanuit de mensen, vanuit de bevolking. En die 66 hectare wordt daarvoor bestemd met heel nadrukkelijk het idee van dit moet natuurlijk zijn. Dus die ondernemer die daar een bedrijfspand wil gaan zetten, die zal waarschijnlijk een stukje verderop moeten gaan kijken. Maar alle gekleurde initiatieven, die mogen daar op dat terrein terecht. Ja, er wordt wel gezegd tegenwoordig dat er meer biodiversiteit in de stad is dan op het platteland. Klopt dat? Of zeg je van er kan best nog wel wat bij? Ja, het klopt zeker. Maar dat komt niet zozeer omdat de stad zo goed is, maar vooral omdat het platteland zo slecht is. Zo triest is het helaas wel. Je ziet gewoon dat het platteland over het algemeen vrij intensief of heel intensief wordt beheerd. De eerste snede van het grasland gaat er in april al af. En de akkers zijn over het algemeen puur alleen het gewas waar het om gaat en niks anders. Bermen, zodra er gemaaid mag worden half juni, dan zijn alle bermen ook kaal. Dus op het platteland, in het boerenland, is er heel veel verdwenen. Maar het mooie is dat je nu wel ziet dat in het stedelijk gebied, als daar rekening mee wordt gehouden, dat er heel veel van die soorten daar een prima plek vinden. Ik ben zelf van de Vlinderstichting, ik weet het met name van de vlinders. Je ziet heel veel soorten, graslandvlinders, die vroeger overal in het boerenland zaten, die nu in bermen, in parken, zich uitstekend thuis voelen. Ik heb nergens zoveel ikerisblauwtjes gezien als in het stedelijk gebied, in dit geval van Naarden. Daar had ik op een middag 700 ikerisblauwtjes. Dat heb ik in natuurgebieden nog nooit gevonden. Dus het kan. En dat is ook het mooie. Dat je, als je iets doet in het stedelijk gebied, als je bijvoorbeeld zo'n gazon bloemrijk maakt, dan zie je ook onmiddellijk het resultaat. En dat is ook het mooie. Mensen, ook de bewoners, zien dat. Zoals je al zei, jij bent van de Vlinderstichting. Dus ik neem aan dat jouw focus met name op de vlinders ligt. Als je het hebt over biodiversiteit, wat zie je nog meer in dit soort gebieden terugkomen? Nou, wat heel belangrijk is een trieste lot van een vlinder is dat die vooral voer is voor andere beesten. En als er dus veel vlinders zitten, betekent het dat er veel insectenetende vogels zich ook prima thuis voelen. Al die rupsen die daar in dat grasland rondkrabbelen, die worden natuurlijk heerlijk opgegeten door andere dieren. Als je in plaats van gazon een bloemrijk grasland hebt, betekent dat je veel meer ruimte hebt voor kleine zoogdieren, die een beetje weggekropen leven. Die kunnen zich daar uitstekend thuis voelen. Het geldt in feite als je natuur in de stad, een natuurlijke uitgangspunt in de stad brengt, dan zie je dat de dieren daar gewoon heel snel op reageren. En dat geldt voor vogels, voor zoogdieren en vooral ook voor heel veel van die mooie en nuttige insecten. Ja, toevallig deze week was het nieuws dat het slecht gaat eigenlijk met de vogels in de stad. Wat weer het gevolg is van omvorming van groen door gemeenten. Minder plantsoenen, struiken en meer gazon. Dus in die zin is deze Green Deal hard nodig. Absoluut, ja. En het geldt voor de vogels is nu inderdaad net in het nieuws. En dat is ook heel evident dat nu speelt. Maar voor allerlei andere diersoorten was het ook al heel duidelijk bekend. En het leuke is dat er gewoon echt kansen zijn. En dat is ook bekend. Het is niet zo dat je heel veel moeite moet doen om in het stedelijk gebied biodiversiteit te krijgen. Als je rekening houdt met een wat natuurlijker inrichting, en dat is ook goed voor je waterafvoer, voor de klimaatadaptatie, voor allerlei problemen die nu ook in de stad spelen, daar kan dat prima mee oplopen. En dan heb je dus een probleem voor de stad opgelost, als dat je daar heel veel ruimte hebt gemaakt voor biodiversiteit, voor vlinders, voor vogels en allerlei andere dieren. Ja, nou, biodiversiteit is natuurlijk altijd, je hebt het over de voedselketen, dus zie je daar al effecten van dat bepaalde beestjes terugkomen, waardoor ook weer andere, je gaf net al het voorbeeld van de vlinders, maar misschien nog van andere dieren. Ja, je ziet heel nadrukkelijk dat bijvoorbeeld een egel, dat in plaats van gazon, als daar inderdaad grasland is met een mooie overgang naar een leuk stukje plantsoen,
dat daar de egel heel nadrukkelijk direct reageert. En dat je die daar inderdaad ook regelmatig helaas doodgereden ziet liggen. Maar eigenlijk is dat alleen maar een positief signaal van dat hij er blijkbaar regelmatig zit, dat er ook regelmatig een wordt doodgereden. Maar als je s'avonds op pad gaat en met je lantaarn er gaat schijnen, dan zie je dat soort dieren ook. En dat geldt dus voor veel, veel meer van die dieren, insecteneters, maar ook inderdaad de planteneters. Want ja, gazon is niet echt lekker. En een bloemrijk grasland met veel verschillende soorten is een stuk aantrekkelijker. En hoe belangrijk is, wat is het effect van die nieuwe natuur ook op de omliggende gebieden? Zie je daar ook weer effecten? Ja, we hebben nog niet echt hard kunnen maken. Maar het lijkt heel erg logisch dat in feite de stad, nu dit zo belangrijk wordt voor de natuur, dat die stad zelfs weer een brongebied kan gaan worden voor het buitengebied. En als er inderdaad in het agrarische beheer ook weer meer rekening wordt gehouden met natuur, dan zou het best kunnen zijn dat vanuit die stad de dieren het platteland weer optrekken. En zover zijn we helaas nog niet. Je ziet voorzichtig wel wat pogingen, hè, akkerranden die met een mooi carnavalsmengsel worden ingezaaid, is op zich al een stapje beter. Maar als daar inderdaad een mooi inheems bloemenmengsel zou staan, zou je zeker weten dat die icrisblauwtjes vanuit de stad daar ook heerlijk in die berm gaan rondfladderen. Nou, je zei het al, we zijn over de helft wat betreft de 1000 hectare nieuwe stedelijke natuur. Kunnen gemeenten zich nog aanmelden? Jazeker, want die over de helft, dat moet ik een slag op de arm, dat zijn de contacten die we nu hebben, de min of meer toezeggingen die er zijn, maar echt op papier en hard staat het nog niet. En ook al staat het op papier, dan is het nog niet aangelegd. Dus laten we in 2018, eind 2018, dan houdt het project op. Dan mag je ons echt afrekenen op die hectares. En ik hoop dat we dan ruim boven die 1000 zitten en misschien wel bij de 2000. Ja, dus men kan zich nog aanmelden. Zeker aanmelden, ja. Tot slot, wanneer loopt deze Green Deal af? Eind 2018 is de Green Deal afgelopen. Maar dan is natuurlijk niet het aanleggen van nieuwe stedelijke natuur afgelopen. We hopen dat net als bij die tijdelijke natuur het zo gaat dat het zo succesvol gaat worden dat het daarna misschien nog wel dubbel zo hard weer doorgaat. En als je ziet wat het effect is, als je dat ziet ook hoe makkelijk het kan en dat het ook op zich door de bevolking heel goed wordt geaccepteerd. Als dat goed wordt begeleid, dan heb je kans dat dat op veel meer gemeenten nog veel meer gaat gebeuren.